Ben je blij? Nee. Hoi, leuk dat je kijkt naar mijn nieuwe vlog. Ik heb vandaag iets heel leuks, vind ik zelf. Ik ben namelijk 1,5 maand geleden verhuisd naar mijn eigen huisje in Amsterdam. Samen met mijn roomie Marloes. En ik wilde het graag leuk inrichten. En ik had al wat ideetjes, maar ik ben daar eigenlijk niet zo heel goed in. Maar wie er wel goed in is, is Eva. Hoi, Eva is, nou misschien moet je zelf even vertellen wat je doet en wie je bent. Ik ben een interieurstylist, een ontwerper en ik ben freelancer, ik werk voor mezelf. Ik heb mijn eigen bedrijf begonnen en die heet Hugge Styling. Oh, Hugge, ik schat het Hugge. Ja, het is verkeerd. Hugge. Ik heb net geleerd dat het Hugge is, het is een Hugge. Het is een betere uitspraak, is Hugge, En ik ken Eva van Workmode, waar ik een werkplek heb gehuurd. En ik heb haar gevraagd van, joh, kan je me helpen met mijn ideeën ook in praktijk brengen? En dat kan ze. Ja, ja. Dat vond ik heel leuk. En ze heeft een heel cool plan gemaakt van de stijl dat het gaat worden. Een floorplan gemaakt. En ik ga jullie gewoon helemaal meenemen met de bende die het nu is. En het mooie huisje wat als het goed is aan het eind van de dag is. Dus ik heb er zin in. Oké, Eva en ik hebben dus gekletst over wat mijn stijl is, wat ik wil. En toen heeft ze dit moodboard gemaakt. Wat Kelly's Playful Minimalistic Haven heet. En je vond toch dat ik hier blijk? Ja. Dat ik op de weg zit? Ja. Ik hou van natuurlijke materialen en ik vind de kleur roze heel leuk om terug te laten komen. Dit was het eerste idee. Het werd wat lastiger met de tv, dus die hebben we wat aangepast. En dit is dan de stijl. Ik heb ze allemaal spulletjes uitgezocht die daarbij passen. Allemaal inspiratie. Hier voor de woonkamer en voor de keuken. En het is uitgewerkt in dit plan. Nadat ik het plan had gekregen, ben ik de winkel ingegaan. Ben ik gaan shoppen voor allemaal spulletjes. Dat kan jij natuurlijk ook doen, als mensen dat willen. Ja, klopt. Ja, ik heb ervoor gekozen om het zelf te doen. Omdat ik het eigenlijk ook wel heel erg leuk vind. Het kost alleen wel heel veel tijd. Dus ik zou het voortaan door even laten doen. En het ligt allemaal hier. En daar gaan we iets mee doen. Ja. Ja. Gaan we aan de slag. Yes. Om even een idee te geven van hoe het nu is. We hebben echt maar wat gedaan. Er is bijvoorbeeld nog geen tv-meubel. De bank hebben we even gedraaid. Die stond eerst zo tegen die muur, maar dat keek niet zo lekker tv. Het kleedje hoort hier helemaal niet. De poezen hoorden natuurlijk wel. En dan heb ik ook nog wat kisten en dingen gekocht. Om spulletjes in op te bergen. Die moeten ook nog een eigen plekje krijgen. Krabba hoort er natuurlijk ook bij. Een mooie keukentrolley. En hier liggen nog alle spulletjes die we moeten neerleggen straks. De eettafel, de bar waar nog krukken komen. En de keuken. En deze chickie die ervoor gaat zorgen dat het leuk wordt. Nou, we zijn als een stel echte bouwvakkers aan de slag gegaan met de bank. De chaiselongen wordt even verschoven aan de andere kant. En ja, het is een zootje. Maar het komt goed. Yes, gelukt. Maar die vind je het mooi? Vind je het mooi? Nee. Ga je nou precies niet mouwen nu? Nee, hè. Oké, we zijn ondertussen even wat kussentjes in sloopjes aan het stoppen. En ik vroeg haar even hoe ze altijd te werk gaat. Dus, ja, voor mij leg ik alles klaar. Ja, alle spullen waar ik mee wil stylen. En dan ga ik langzaam aan het opbouwen. Dus dan begin ik met de floorplan, de basis, goed rechtzetten. En daarna ga ik dan met de kleine spulletjes, de kussens, accessoires. Okay. En dan die in de juiste plek zetten. Dus we gaan nu al die kussens even... De in- en neerleggen. Ja. Oké. Oké, de mensen die dit huis dus verbouwd hebben, die hebben bedacht dat hier mijn tv komt. Maar dat wil ik niet. Dus eerst dacht ik, misschien moet je er iets overheen hangen. Maar Eva denkt, ik hang er gewoon iets naast, dat je de aandacht van afleidt. Super slim. Oké, next step, boekenkast. Ja, we zijn daarmee bezig. Er zijn een paar tipjes waar je het een beetje rustiger kan maken. Eén is op kleur doen. Als je dat leuk vindt, sommige mensen wel, sommige mensen niet. Je hoeft niet echt precies op de juiste kleur zijn, maar als je alles van één kleur bij elkaar zet, ziet het wel mooier uit, een beetje meer verzorgd uit. En een andere tipje is alle boeken naar voren schuiven. Als ik bijvoorbeeld dat doe, ziet het wel een beetje rommelig uit. Maar als je hem hier naar voren schuiven,
ziet het wel. Dat hij aan de voorkant gelijk is. Ja, klopt. Aha. Dan wordt het wel ineens een mooi geheel. Oké. Okay. We moeten tussen het werken natuurlijk ook even goed eten. Hier even, KitKat. Oh, lekker. Wow. Yummy. Mm. Even opladen. Oh, never. Give me a break. Give me a break. Give me a KitKat junkie. Ja. Kelly, wat ga je doen? Een spijker. Oh, ergens een deuk in een pakje boter slaan. Nee, dat lukt me nog niet. Ik ben er niet zo goed in. Nou, het schiet steeds verder op. De tafel zat ook op zijn plek. Ja. En daar hebben we ook een reden voor, toch, dat hij zo staat? Ja, we hebben hem... Hij was heel langwerpig en we hebben hem naar de raam nu toe gegaan. Omdat Kelly wel vaak op de tafel werkt. Ze ligt niet gelijk op haar computer. Dus nu kan je lekker werken en nu krijg je lekker licht, lekker zon. Hallo. En ik ben helemaal gek op de lampjes die in de muur hangen. Ja, gezellig. Volgens mij zijn we klaar. Ja, we zijn klaar. Yay. Nou, ik laat haar nog even zien het verschil. Het is nogal een verschil. we zijn nu bij de zithoek. Wat heb je hier gedaan? Ja, we hebben samen die chaise lounge aan de andere kant gezet. Je maakt het hier een beetje meer open. We hebben hier drie bijzettafels neergezet. Hier zijn drie. Ja. En één tipje is alles in 3 of 5 doen. Dus als je kussens hebt, ik heb nu 4 op de bank, moet je eigenlijk 3 of 5 doen. Oké, okay, dan even getallen. Tafels bij elkaar. Oké. Okay. Dus het ziet er wel heel mooi uit. Een kleedje op de bank om het een beetje gezellig te maken. Lekker boek erbij. En hiernaast hebben we ook een paar dingetjes op de muur gehaakt. Ook weer met z'n drieën? Ja, dat is dan nog met 3. En dan creëer je ook een lekker gezellig hoek hier. En ook met de persoonlijke touch van jouw foto. Ja, die heb ik gemaakt op Aruba van de. En hebben we nog deze stoel? Ja, en deze prachtige stoel. Ik hoorde net van Kelly dat die van Karwei kwam. Ja. Van de karwei. Ja, die is wel leuk. Dus dat creëert ook een soort van geheel. Met nog een lekker plekje erbij om te zitten en lezen. Cool. Oké, next. De keuken. We hebben een beetje de planken gestyled hier en alles naar voren getrekt. Zoals de boeken, zoals ik verteld heb. Dat ziet er wel een beetje meer netjes uit. Dus wij hebben heel veel persoonlijke dingen daar opgezet die jij wel vaak gebruiken, lijkt mij. Ik gebruik alles vaak, maar olie, dingen om in mijn pan te roeren. Hier de vijzel en een mandje voor ui en knoflook, tagine. Die gaat eigenlijk normaal in de kast die beslag komen, maar die kleurt zo leuk. Bij mijn mooie smegwaterkoker, ja. En natuurlijk de kruiden van Green Gypsy, want die zien er gewoon heel tof uit. En zijn heel lekker. Tadaa, gezellig. Mooie prullenbak van Wesco. In een donkergrijze kleur dat die lekker rustig is. En mijn boek is zo mooi. Oké, dit is even een speciaal verhaal. Hier heb ik een trolley met onder andere drankjes. En kijk wat er aan de muur hangt. Hey! Het is eigenlijk een dienblad. Ja, hoe leuk is dat idee om gewoon een dienblad van kurk, deze ook van de karwei, aan de muur te hangen. En dan kan je dan, ik heb nog even geen punaise, maar gewoon dingen zo op doen. Vet goed idee! En nog iets, je hebt hem met een touwtje gemaakt, want dan kan je eraf halen als je wil gebruiken. Ja, klopt. Kan heel makkelijk. Nu gebruiken als teamblad. Nu heb ik natuurlijk 2 hele lieve katjes. Die nog wel eens het een en ander van de plank of ergens vandaan trekken. Ja. Hoe zorg je in een leuk interieur dat je wel leuke dingen neer kan zetten, maar dat je 2 pergalen niet de hele boel Ja, dingetjes wel heel omhoog hangen. Dat lijkt mij wel slim om te doen. Ja. En als je iets wil lachen hebben voor versiering, kan je ook boeken of iets die ze niet wil slopen. Dus als decoratie, de dingen die ik belangrijk vind, stop ik in de kist. En de boeken komen er dus bovenop, want dat is iets wat niet zo snel stuk gaat.
En om te zorgen dat ook de poesjes zich thuis voelen, hebben ze een eigen plekje. Met een klaphaal. En hier zitten al hun speeltjes in. En het ziet er ook nog eens leuk uit. Even vragen. Ziggy, wat vind je ervan? Hallo. Prachtig. Nou, volgens mij is hij wel content. Nog een tip van Eve voor op de eettafel. Ja, als je heel veel losse dingen hebt, bijvoorbeeld deze kaarsen. Wat wel handig is, is om een schaal of een dienblad te kopen. Dan heb je een lekker plek om alles erin te doen. En dan ja, krijg je leuke accessoires op tafel. Meer geheel. Ja. En ik heb heel veel losse troep, dus ik ben blij mee. Ja. Het is nu ook zo netjes en ik wil het graag zo netjes houden, maar... Ik weet nu al dat er wel her en der wat dingen komen te liggen, maar ik ga mijn best doen. Ja, goed. Oké. Hier is styling, maar het schrijf je dus H-Y-G-G-E. Dat is handig, want anders weten ze nooit hoe ze het uitspreken. Ja. En hij is echt blij. Ja, hij komt mij te knuffelen. Ja. En nou, ik ben serieus, ik had dit nooit zo kunnen fixen als ik jou niet had, dus ik ben er super blij mee. Dankjewel. Maar jij kan dus van zeg maar een heel huis inrichten tot een kleine finishing touch, toch? Ja, klopt. Ja, okay. Ik kan van alles, custom design, alles ontwerpen, maar ook gewoon afstylen, dat ja. Kan ook. Dus als je huis je al hebt ingericht, maar je denkt dat het nog even iets leuker kan dan een kastauto voor je fixen. Maar mijn tip is echt bij een nieuw huis, call her. Want ja, anders had het nog steeds een rommeltje geweest. En nu is het mooi. Dankjewel. Ja, ik ben super blij. Ja. Heb je er zin in? Mijn lik is druk. Lik. Oké, pagina 2. Het gaat niet lukken. Such a lonely day. And it's mine. Je mag dan hier bij de ingang blijven. Hey, waarom lig jij hier? Oh, voor de snoeken. Ik kijk wel eens wat je.